Erasmus is onze grote humanist. Hij schreef over onverdraagzaamheid, althans hij pleitte voor verdraagzaamheid en tolerantie. Hij stelde vele misstanden in de kerk aan de orde. Overdreven devotie, daar moest hij niets van hebben. Ik vraag me af wat hij ervan zou vinden als ik hier die witte roos leg, wat toch ook een soort van devotie is. Zijn bekendste werk is Lof der Zotheid. Hij droeg het op aan Thomas More, met wie hij bevriend was. Hij studeerde in Turijn onder andere en Parijs, reisde door heel Europa en correspondeerde met de grote der aarde. Hij woonde lange tijd in Zwitserland. Begraben is er dan unten am Fuß van deze Pfeiler. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ah, bekommt er noch eine Rose, ja. Das ist schön. Ja. Okay. En het is op deze plaats in Zwitserland, in de Dom, dat we hem hulde brengen. Als onderdeel, als lid van het Pantheon van het Letterkundig Museum. Holle hoofden onder de monnikskap. Het dichtst tot hun geluk naderen zij die ze gewoonlijk religieuze en monniken noemen. Beide zeer onjuiste benamingen, daar het merendeel van hen wel heel ver van de religie verwijderd is. En men van alle mensen hen wel het meest overal tegenkomt. Er zou niets ongelukkigers denkbaar zijn dan zij, als ik hen niet op vele manieren te hulp kwam. Want hoewel allen dit slag mensen zo verfoeien dat men zelfs een toevallige ontmoeting onherroepelijk als een slecht voorteken beschouwt, zijn ze met zichzelf bijzonder ingenomen. In de eerste plaats achten zij het summum van vroomheid als ze alle wetenschap mijden, zozeer dat ze zelfs niet kunnen lezen. In de tweede plaats, wanneer ze met hun ezelstemmen in de kerken de psalmen uitbalken, die ze wel op het rijtje kennen, maar waar ze niets van begrijpen, dan denken ze waarachtig de oren der hemelingen bijzonder heerlijk te strelen.